in de voorbereiding naar de gevecht is het omschakelen. En dat gaat eigenlijk wel automatisch voor mij, want je hebt een doel in zicht. En daarvoor moet je bepaalde dingen laten en dat gaat heel automatisch. Ik bedoel, ik wil automatisch niet te laat slapen, want dan weet ik, de volgende dag ben ik wat minder energiek. Dus dat soort dingen laat je en je houdt je strak aan je voeding. Eind 2016. Ik volgde Dangelo in de tijd dat hij bij Super Combat vocht. Dat was 2014, 15, 16. Die jongen die viel gewoon op. Lange jongen, zag er goed uit, atletisch. Won bijna al zijn partijen, heeft wat toernooien op zijn naam gezet. Heeft toch wel een mooi record daar neergezet. Dus ik was altijd wel gecharmeerd van hem als persoon, als vechter. Omdat ik toen al zag van oké, die jongen heeft wat in huis. Ik was destijds al bezig met management, ik had al wat vechters gehad. Dus ik was eigenlijk altijd wel lichtelijk geïnteresseerd in hem. En uiteindelijk heb ik via een hele goede vriend van mij, Ali Amrani, gehoord van dat Dangelo op dat moment was gestopt bij Super Combat. En ik vond dat gewoon een mooi moment om in te haken. Dus zodoende heb ik contact gelegd en zijn er gesprekken gaande. Die waren toen besproken en hij kon eigenlijk per direct beginnen. Zodoende heb ik hem een partij gegeven tegen Guto. Tenminste niet gegeven, ik heb onderhandeld met Glory, want ik zei tegen hem van ik ga kijken waar ik jou kan plaatsen. En hij heeft uiteindelijk ook bij Glory getekend. En zijn eerste partij is van januari 2017. En vanaf toen is het allemaal begonnen. Dangelo is een bescheiden jongen. Dat merk je ook in de omgang. Hij vraagt jou liever niet om een gunst. Het is een jongen met een gebruikshandleiding, gebruiksaanwijzing. En ik denk dat in de loop van de tijd dat je hem leert kennen, dat je ook weet hoe je met zo iemand moet omgaan. Hij is niet het type vechter wat je gewend bent om mee om te gaan. Dus het is eigenlijk best wel moeilijk. Maar aan de andere kant voelt het ook wel heel prettig om met zo iemand om te gaan. Het is heel vriendelijk. Aankomende partij voor D'Angelo, vol verwachting, zoals het nu gaat, mega fit. We trainen al, we kennen elkaar al een tijdje en ik mag het geluk hebben dat ik hem al menig jaar mag trainen op het gebied van conditie en kracht. De laatste tijd hebben we mega ontwikkelingen kunnen doorstaan. We zien ook D'Angelo echt groeien in zichzelf, als vechter ook. Het ontwikkelt zich nu en ik denk dat we daar nu ook de vruchten van mogen plukken. En ik zie ook, dat het een mooie titanenpot wordt. Alleen deze gozer is niet te stoppen. Snel, gelijk op. Hup. En doorvallen. Hup.
Goed zo. Hup. Hup. Kap. Hup. Kap. Dat is het. Acht. Negen. Tien. Elf. Klaarstaan. Goed wel. Dan ga je helemaal leeg klaar. Ja? Goed wel. Klaarstaan. Ja? Toen ik begon met kickboksen als kleine jongen, of ik voorbeelden had, ja, ik keek wel naar Mike Tyson, ik keek wel naar, weet je, de toppers van toen, die ik als voorbeelden zag. Maar de voorbeelden die ik, weet je, die waren van, meer van dichtbij. Ik had, weet je, de sportschool waar ik zat, had je twee toppers, Melvin en Kees Amur, waar ik naar opkeek, twee grote jongens, twee hele sterke jongens, weet je, en die zag je altijd. Weet je, die kwamen altijd na mij, gingen ze trainen. En dan bleef ik zitten kijken hoe ze trainden en wat voor sterke jongens dat waren. En dat gaf mij juist de motivatie. Jongens van dichtbij. De bedoeling is dat we voor de titel gaan. Of dat Rico Verhoeven zal zijn of wie weet misschien een andere zoals Badrari. Dus ja, wie er op zijn weg komt op het moment na de winstpartij tegen Jafar, zou Jamal Ben Sadiq zijn of Benjamin Adegbuyi. In ons geval zou eigenlijk beide goed zijn. Het maakt ons niet eens per se uit wie. Want we hebben tegen allebei wat recht te zetten. Sowieso D'Angelo zelf. Beide partijen heeft hij niet kunnen laten zien wat hij eigenlijk in huis heeft. Dus ja, dat is ook eigenlijk wat hem onder zijn huid zit. Dus ik denk dat hij zich graag wil bewijzen. En daarna de volgende stap zou zijn om in lijn te komen voor de titel. Ik heb zeker mensen die me heel goed steunen, die me heel veel voor me betekenen in mijn carrière nu. En dat is zeer zeker mijn management die me überhaupt op dit hoger, op het hoogste podium heeft kunnen zetten. Die ben ik heel dankbaar en ook buiten, weet je, ook buiten de zaken om. Hele toffe gast, dus daar ben ik super blij mee. Mijn trainers, Martin en Moesiet, top trainers, echt. Leer ik super veel van. Weet je? Zowel als technisch, als buiten de ring, als. Weet je, het is heel compleet. Ik heb een speciale band met ze opgebouwd. En dat zijn toch echt de mensen die mij binnen mijn carrière echt maken wie ik ben. En dat zijn de mensen die energie in mij stoppen. En dan wil ik ook laten zien dat ik, weet je, dat het goed uitpakt. Weet je, dat is toch een waardering wederzijds. Dat zijn de mensen die mij motiveren. En daarbuiten ook heel veel mensen, weet je, heel veel mensen die me supporten. Ook mijn familie, weet je. Dus het is heel breed. Het is heel breed. 9, 10, 1. Uitblazen. Ik heb ervoor gekozen om mezelf te identificeren als Curaçaoënaar bij het vechten. Dat is omdat ik kan me niet zo snel niet makkelijk identificeren als Nederlander. Hier, dan heb ik het over hier in Nederland. Ik ben opgegroeid hier in Nederland, altijd gewoond. Maar ik ben een donkere jongen in Nederland. En zo wordt er ook naar je gekeken als een donkere jongen. Niet per se op een verkeerde manier. Niet per se racistisch of zo, maar je bent een donkere jongen. En ik kom uit een hele autochtone buurt. Weet je? En ik was een donkere jongen. En zodoende is het altijd wel bijgebleven dat ik me niet per se Nederlands voel. Alhoewel ik dat wel ben. En eerder wordt gezien als Curaçaoënaar.
D'Angelo. D'Angelo is een, ja, sinds ik hier traint hij ook. Hij was een tijdje weg naar Colosseum. Maar toen heeft hij vast wel in zijn ogen gedacht van, moest het is al 10 keer beter. Ja, ik had geen klik met hem. Hij is een hele sympathieke jongen. Ik kan lekker met hem praten, weet je, toch? Een hele chille jongen. En af en toe appt hij mij ook van, hey, kom je trainen en gaan we samen conditietraining doen. Hij qua vechten, ja, ik denk wel dat hij alles heeft wat een zwaargewicht moet hebben. Hij slaat hard, hij heeft de lengte mee, hij heeft zijn gewicht mee. Hij moet volgende maand vechten tegen Jaffa. Hij wordt een toppartij, ik ken Jaffa ook heel goed, ook een hele goede vechter. Maar ik denk toch dat Jaffa iets te kort komt tegen D'Angelo, qua, sowieso qua lengte. Dan is het wel iets langer dan hem. Maar ik denk ook misschien wel qua kracht. Maar ja, Jaffa is ook niet te onderschatten. Als je hem hebt gezien tegen Jamal Bansadik. Maar ik denk wel dat het een harde pot wordt en dat de winnaar D'Angelo wordt.